We beginnen met het eerste verhaaltje. Een beetje treurig, maar het loopt goed af. Kikker en het vogeltje. Het was een mooie dag in de herfst. Varkentje plukte appels uit de boom. Toen Kikker aan kwam lopen, hij keek bezorgd. Ik heb iets gevonden, zei hij ernstig. Wat heb je dan gevonden? Vroeg Varkentje. Kom maar mee, dan zal ik het je laten zien, antwoordde Kikker. En samen gingen ze op weg. Varkentje maakte zich een beetje ongerust. Toen ze bij de rand van het bos gekomen waren, wees Kikker naar de grond. Kijk, zei hij, kapot. Hij doet het niet meer. Hij slaapt, zei Varkentje. En op dat moment kwam Eend eraan gelopen. Wat is er gebeurd? Vroeg ze nieuwsgierig. Een ongeluk? Sst, zei Kikker. Hij slaapt. Maar Eend dacht dat hij ziek was. Haas, die toevallig een wandelingetje maakte, zag al van verre dat er iets aan de hand was. Hij knielde bij de vogel neer en keek aandachtig. Die is dood, zei hij toen. Dood, zei Kikker. Wat is dat? Haas wees naar de blauwe hemel. Dood, zei hij. Wij ook? Vroeg Kikker verbaasd. Dat wist Haas niet zeker. Ja, als we oud zijn misschien, zei hij. Maar we moeten hem begraven, zei Haas. Daaronder aan die heuvel. En van takken maakten ze hem draagbaar. En ze droegen de vogel voorzichtig naar de heuvel toe. Ze groeven een diepe kuil in de grond. Zijn leven lang heeft hij mooi gezongen, zei Haas plechtig. En nu krijgt hij zijn welverdiende rust. Heel voorzichtig legden ze de dode vogel in de kuil. Kikker strooide bloemen in het graf. Toen gooiden ze het dicht met aarde en tenslotte legden ze er een grote steen bovenop. Het was doodstil. Er was zelfs geen vogel te horen. Diep onder de indruk
gingen ze terug. Plotseling rende Kikker er vandoor. Laten we tikkertje spelen, riep hij. Varkentje, jij bent hem. Ze speelden en lachten en hadden plezier totdat de zon bijna onderging. Is het leven niet prachtig? Riep Kikker uit. Moe, maar tevreden gingen ze naar huis. En in de boom bij de heuvel zat een vogel. Hij zong een prachtig lied, zoals altijd.